gebeurd. Een rel tussen Mark van der Linden en Yvonne Coldewaer. Leg het eens uit. Ja, nou, twee mensen die nooit met iemand ruzie hebben. Dus daar is echt wel wat voor nodig geweest. En dat gebeurt dan ook nog onder trieste omstandigheden. Want ja, Mark ligt in het ziekenhuis, is van de week getroffen door een herseninfarct. Allemaal ernstig. En Yvonne die schenkt de aandacht aan dat Mark daar zelf dit filmpje van gedeeld heeft. Nou, dat ziet er alweer redelijk vrolijk uit met zijn waaier. Vind je? En nou ja, hij maakt er het beste van in ieder geval. En Yvonne die vraagt zich nu af hoe die komt aan die blauwe plek op zijn hoofd. Nou, veel mensen die een infarct krijgen, die vallen. Dus die beschadigen iets. En dat zou het kunnen zijn. Zij vertrouwt dat niet helemaal. En zij roept personeel van de VU op, waar die ligt, om het medisch dossier te delen. Of dat zou al zijn gedeeld, dat is een beetje vaag. En de VU heeft ons laten weten daar onderzoek naar in te stellen. Dat is standaard procedure als zo'n gerucht de ronde doet. Als mensen ineens over informatie blijken te beschikken. Zij zegt hij is op een punt gevallen. Nou ja, dat kan tijdens dat infarct gebeurd zijn. Maar ze zitten er erg mee in hun maag. En ze houden ons op de hoogte hoe dat onderzoek vordert. Maar wacht even, zij heeft een oproep gedaan aan personeel in dat ziekenhuis om medische gegevens te delen. Je mag dat niet zomaar los van of dat het echt totaal onfatsoenlijk is. Je mag dan niet iemand oproepen tot het smaakvol. Royce de Vries slaat er ook op aan, de advocaat. En die zegt van, nou ja, het zijn die kanalen die altijd mensen afrekenen op wat kan en wat niet kan. Vreemd kan gaan, dat mag dus helemaal niet. En Royce zegt, nou, als je nou over grensoverschrijdend gedrag hebt, dan is dit het wel. Ja, goed punt. Ik weet overigens wel dat je bij de politie hebben ze tegenwoordig toch zo'n systeem dat je kan, als je iets wil bekijken van een dossier, dan moet je ook inloggen en kunnen ze zien wie dat heeft gedaan. Bij het VU ook, hoor. Oh, oké. Ja. Ze dat kunnen daar zo achter komen. Ja. Nou, neem niet weg dat het iets beter gaat met Mark en die wensen we ook beterschap. Nou, dat is het goede nieuws dan.